Dus als gemeente komen we niet met het opgeheven vingertje, maar met een uitgestoken hand. Breda Nu. Je weet het meteen. In het kader van de Green Deal die de gemeente heeft gemaakt met verschillende zorginstellingen uit Breda, werden op vrijdag 22 maart de eerste bronzen certificaten uitgedeeld. De uitreiking vond plaats in het Amphia ziekenhuis op locatie Molengracht. Nou, we hebben vandaag aan een aantal grote zorginstellingen in Breda, maar ook in de omgeving, certificaten uitgereikt. Die staan voor de Green Deal die we met hen hebben afgesloten. Zodat ze aan de toekomst, maar aan milieuvriendelijke maatregelen in hun gebouwen en in hun manier van werken bezig zijn. En dat is onder andere het ziekenhuis, een aantal verpleeginstellingen, revalidatiecentrum. Waar zijn jullie nou het meest trots op met wat jullie hier hebben bereikt de afgelopen jaren? Nou, ik ben er heel trots op dat we sowieso werk van het milieu hebben gemaakt in het algemeen. Dat is best moeilijk. Het is een thema waar je altijd mensen een beetje voor moet aanjagen. En dat is in dit geval gebeurd, vooral door de gemeente, moeten we heel eerlijk zeggen. En het samenwerkingsverband wat hier achter zit. Maar we hebben het wel gedaan. Nou, en ook de zorginstellingen waar jullie werken, die hebben een certificaat gewonnen, een bronzen. Kunnen jullie misschien uitleggen wat jullie ervoor hebben gedaan om deze te bereiken? Het bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende onderdelen. Dus we hebben op heel veel verschillende gebieden hebben geprobeerd om ons gebouw, maar ook bijvoorbeeld de werknemers, meer duurzaam te laten werken. Ja, wat de gemeente doet is eigenlijk alle organisaties ondersteunen die deze stappen willen zetten. Dus als gemeente komen we niet met het opgeheven vingertje, maar met een uitgestoken hand. Om bijvoorbeeld personeel te helpen, te trainen. Maar ook om ideeën aan te dragen hoe je dingen beter kan maken. Dus als gemeente helpen we eigenlijk de organisaties die hier met het hart voor de zorg, met de zorg bezig zijn. Ook om de kennis over duurzaamheid, duurzaam inkopen, duurzaam vastgoed. Om die kennis op te bouwen. En daar organiseren we van alles voor. Wat zijn nou de dingen die in het nieuwe gebouw die we daar gaan terugzien met betrekking tot die milieuthermometer? Nou, we hebben het gebouw natuurlijk ontzettend goed geïsoleerd om aan alle eisen te voldoen. Maar daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals warmte-koude opslag. Dus het opslaan van je kou in de winter en de warmte in de zomer in de bodem van de grond. En die gebruiken we dan om en om voor het seizoen weer. Beetje proost, hè? Kijk, Breda Nu. Je weet het meteen.